allemaal, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Jude Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen, vergeet hier onderaan niet te abonneren. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. En ja, ik ben al aan het schrobben, morgens vroeg. Mijn vuur een klein beetje nog zuiver aan het maken. Moet ook gebeuren, hè mensen. Wat in conclusie kwam, is dat er... Ja, zo'n ene kookplaat nog opstond. Wel op één. Dus ik kon niet zoveel kwaad, maar toch. Brandgevaar was er. Brandgevaar was er. Ja, en ik heb ook me lekker gedoucht. Dat hebben jullie misschien gezien in mijn vorige vlog. Dat ik te laat heb afgesloten. Voilà. Kijk eens wie daar ook verschijnt. Hallo. Daar is ze. En mijn haarken zijn toch weer al perfect. Oh yeah. Ja, het is toch niet, maar ik moet nog douchen. Ja, zij moet nog douchen. Ik heb mij al gedoucht. Dus dan kan ik zelfs weer op mijn bezig houden op de computer. Want mijn downloads zijn mislukt. Dus ik heb in totaal... Eens even gaan kijken bij mijn telemeter. Echt waar. Echt. Ik kan jullie even hier zo zetten. Voilà. Oh, ik zie er toch wel goed uit, hè mensen? Oeh, dat is lekker fris. Voilà. Overal water. Lol. Brr. Ik weet nog niet wat ik vandaag nog allemaal ga doen. Dat weet ik dus nog niet. Maar ik heb wel even jullie laten weten hoeveel dat ik eigenlijk voor nieuws heb gedownload. Tot zo. Dus ik heb dat van Telenet is opgezocht. Wel, de vierde heb ik in de daluren 21,49 gigabyte gedownload. En in de piekuren 42,22 gigabyte. En dan nog deze nacht in de daluren 38,47 gigabyte. Dat allemaal... Weg. Nee. Ja, ja, dus ik kan weer opnieuw beginnen. Mensen, ik ga nu terug naar mijn ouders toe. En ja, ik pak de trap. Maar er is wel één ding wat heel lui is. Ja, kijk maar hier op de grond. Kijk, hè. Oh, mijn wasmand. Ja, ik zou wat te beven. Ik heb wel wat koud. Ik weet niet hoe het komt. Dat maakt niet uit. Ik pak jullie mee. Naar op avontuur. Ik ga weer mijn wassen afleveren bij mijn ouders. Eten halen. Want mijn schatje heeft honger. Voilà, die is toe. Ja, en er hangt nu ook gigabyte uit op mijn appartement. Een vroegere partner geweest van mij, van het team Cyber Legends. En dat doet zo pijn, hè. Dus met ene hand en dan de andere hand met ene vinger dat vasthouden, mijn wasmand. Ik raad het niemand aan. Doe het niet, want dat doet pijn. En ginder is een John Deere bezig. En ginder loopt ook nog een fan van mij. Ah. Dus om mijn was in de auto te zetten. Wasjes. Ah, alles. Dan ga ik nog eens in de pan groeten. Voilà. En een natte kunnen open doen. En dan nog wat in de zon staan. Echt waar, hè? Mijn pingen, die doet nu zo ontzettend pijn. Oh. Ah, mijn cd springt niet aan, dat is goed. Dan moet ik het dan niet uitzetten. Amai. Ja. Mijn schuins onderbuurvrouw. En dan aan de andere kant van het gebouw. Die...
moet ik het zeggen. Die is jarig vandaag. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mia. Happy birthday to you. En fucking al de flikken zijn daar. Oelee, oela. En geef die maar voor en van rechts. Oelee, oela. En ze staken hun handje uit. Oelee, oela. Fuck. Verkeerde vitesse. Ik krijg weer al dus politie-escorten. Nou, de politie rijdt voor mij. Ziet? De politie rijdt voor mij. En die zijn nu aan het remmen, dus dan moet ik ook maar remmen. Hè. Dat is een leuke politie-escorte. Yippie. Aan welke kant gaan jullie uit? Volgen jullie mij of volgen jullie mij niet? Dan gaan we direct weten. Ah, ze volgen mij. Doe me hè. Ze volgen mij. No! Ziet, ik moet hun volgen. No! Ja. Dan volgen ze mij maar. Nee, dan volg ik hun maar. Maar hun rijden hoogstwaarschijnlijk de centrum in? Blijkbaar niet. Die moeten ook wel richting mijkant uit. Ja, waarom niet? En ik blijf daar volledig, maar ook echt volledig ook achter hangen. Gaan die de Carrefour Market binnen? Nee, ze gaan er rechtdoor. Ik ben echt curieus als ze ook nu nog Hakkenveld binnen gaan, waar ik ook mijn dingen ga halen, mijn eten. Ik ben dus echt dus benieuwd. Nee, ze gaan rechtdoor. Oké, ik ben van de politie af. Salut! Merci tot voor de escorte tot aan de Hakkenveldstraat. Dankjewel! En nu op naar mijn ouders. Tot zijn eten gehaald bij mijn ouders. Motor is al gestart. Hopelijk krijg je die opnieuw een politie-escorte. Dat zal wel puur toeval zijn, hè. Dat zal wel puur toeval zijn. En daar heeft weer al iemand iets gepost op Facebook. Yay! Kan ik zeggen, heb ik weer een melding. Een vogeltje. Ja, ik krijg geen klein vogeltje zon. Nee, ik ben een dierenvriend. Ik wacht tot die rustig is weggevlogen. Ik heb zelfs nog niets geklaktioneerd. Wat hebben jullie dat gehoord? Hoop ik toch. En nu heel rustig uit Hakkenveld rijden, natuurlijk. Dat speeltuintje is hier ook nog altijd afgesloten. Daar mogen we ook nog altijd niet gaan spelen. Ah, die is ook nog niet zo ver geraakt. Dan de derde kant. Ja, nee, ik krijg geen politie-escorte. Nee. Dat moet dan wel echt puur toeval zijn. Hè? En mijn ouders hebben ook nog iets gezegd. Zeg, zou je je niet eens scheren? Ja. Ja, hier staat ook altijd best wel heel veel volk. En ik geef ook niet te veel gas bij. Amai man, die veel hooi bij die hier nu passeert. Mama, hooi nodig? Hooi nodig? Kap die vrachtwagen maar. Dan ik hou je genoeg.
En het is fucking hell warm. En ik vraag me dan toch af waarom heb ik dan deze blouse gedaan. Hier is er nog hooi. Hoho, ze gooien je nu door met hooi. Ja, de laatste tijden was het ook wel redelijk warm. En al, en die zie je die gym hier af en breken. Godverdomme. Ja, menneke. Dat was ook maar de close, hè. Ja, er was dan twijfel voor over te steken, omdat ik ook weer al afkwam. En dan kwam er ook nog een auto aan de andere kant. Ja, en dan is dat soms paniek! Maar niet bij mij. Ach ja. Staat mijn schatje al te wachten hier aan het raam? Nee, die staat niet te wachten aan het raam. Ai, 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 ai. En is ondertussen tijd ook mijn buurman aan aankomen. Ook al niet. Nee, 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 nee. Ik heb te veel gezegd nu hoor, tijdens mijn rijden. Echt wel. Oh, oh. Mijn tijd heeft niet stilgestaan. Bij deze ben ik weer al aangekomen op mijn appartementje, dus we gaan nu lekker eten. Zo mensen, jullie hebben het gevraagd voor dat het de goede zijn beeld te laten komen. Ah, wel bij deze, hè. Ik ga nog mee op de plaatsing doen. Ik ga nog richting gewoon naar de limonen en Sint-Truiden. Ja, nog een keer zijn eentje halen. Want mijn schatje wilde wat afkoeling hebben, want het is ook al redelijk warm om mijn appartementje daarbij. Dan gaan we daar even haar... Ja, content stellen, hè. Dan gaan we even naar de limonen toe. En kom aan, 500 abonnees. Laat u horen. Waar blijven die abonnees terug? Want, ik ga heel eerlijk zijn, we zitten heel dicht bij de 500 abonnees. En ik hou mij echt, maar ook echt aan de afspraak. Dat is... dat we hier fietsers moeten voorbij laten. Dat ik heel snel nog naar de dag- en nachtwinkel ga. En dan op naar limonen. Nee, ja, ze voelt zich weer al niet goed en al. Want er is, het is weer al te warm geweest en al. En voor, kan je één ding zeggen, oh, ze mogen al terug tennissen. Oeh, eindelijk! Normale leven komt weer al op gang. Yes, yes, yes. Wauw, een schone handje. Zo'n mooie witte. De normale leven komt ook terug wel op gang. Maar wanneer dat eenmaal terug gaat werken, ik weet het niet. Maar 500 abonnees, kom aan, dat moet dat toch nog lukken. Hè. Dus vergeet hier ondergaan niet te... abonneren op mijn channel, want dan komt wel alles goed. Hoop ik toch. Allee, ik ben op mijn eerste bestemming aangekomen en dan op naar de tweede. En dan terug naar de derde. En de derde is terug mijn appartement. Tot zo, bij de eerste pitstop aankomen. Nu ga ik naar de tweede pitstop toe en jawel. Deze motmasker gaat nu uit. Ik ga vertrekken richting Sint-Truiden. Geniet maar weer van de onride. Want ik ga niet hier rechtstreeks op allez, zeg het, op de expressweg rijden. Van zeg, is het, ja, heb ik een te korte beeldfragment. En dan is dat die timeslapje weer al iets te kort, vind ik. Dus ik ga gewoon de oude baan nemen. Yo! Oh,
bij mijn appartementje aankomen. Ik hoop dat jullie van de onride hebben genoten. Het is een redelijk lange geweest. Ik ben dus naar de Limonen geweest in Sint-Truiden om over naar het terug mag. Alleen afhalen, dus je mocht daar niet op een bankje gaan zitten en daar op eten, dat mag nog altijd niet. Je moet het meenemen naar huis toe of je moet het opeten in uw auto. Want zit hier zijn de crèmetjes. Je ziet dat het klemmetje is uitgelopen. Ai. Dus ik ga nu naar binnen toe. Ik ga hier ook de vlog afsluiten met deze mooie zon. Laat de zon... Wacht hè. Ik zie de zon zien zakken in de zee. Holé! Ik zie de zon zien zakken in de zee. Holé! Ik zie de zon zien zakken. De zon zien zakken. De zon zien zakken in de zee. Holé! Voilà, bij deze. Allee, ik ga nu naar binnen toe. Of anders smelten mijn ijsjes. En ik zie jullie allemaal morgen weer al terug. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet ook niet op mijn kanaal te abonneren. En vergeet ook geen... op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte van het rijden en zeilen wanneer er een nieuwe video online is gekomen. Tot morgen allemaal. En hopelijk weer al met onrides. Of timeslaps bedoel ik. Salukes, joe.